Ja, ik loop stage bij NoLabel. Dat is een meewerkstage van, bij de Haagse Hogeschool, Commerciële Economie. Het doel is dat je hier echt voorbereiding krijgt op het echte leven. Dat gaat plaatsvinden na het afstuderen. Het zijn vooral aspecten van de dagelijkse gang van zaken die echt te maken hebben met commerciële economie. Dus het data-analyse, de verkoop, het analyseren van de verkoop, het voorspellen van de verkoop. Zou je kunnen kijken naar de redenen waarom items worden teruggestuurd? Het is fijn dat Marijn een commerciële achtergrond heeft. Wat we echt nodig hebben, want we zijn een start-up. En heel veel dingen gaan hier ad hoc. En Marijn snapt dat het in een commercieel belang is dat je snel schakelt, flexibel bent. Ja, voor mij is het leeranalyse denk ik heel erg nuttig geweest. Dat gebruik ik nu op mijn stage om verbanden te vinden in de retouren. Kijken of er bepaalde producten verbeterd kunnen worden. Ja, ik vind het heel leuk om dit te doen. Op school ben ik er eigenlijk achter gekomen dat ik analytisch denken gewoon heel erg interessant en leuk vind. En het optimaliseren van bepaalde processen die juist heel goed kunnen gedaan worden met dit soort werk. Wat is marketing? Ja, tegenwoordig is dat iets heel anders dan het vroeger was. Het is niet zomaar simpele banners overal gooien en hopen dat het omzet oplevert. Marketing is veel dynamischer. Mensen zitten veel meer online op hun telefoons, op hun computers. Je ziet dat mensen hun keuzes veel meer baseren op meerdere onderwerpen dan alleen een leuke jingle, leuke reclame. Mensen gaan zich verdiepen in hoe groen een bedrijf is, of ze geen kleine kindertjes gebruiken om hun kleding te produceren. Mensen weten gewoon zoveel meer dat het belangrijker ook is om je boodschap transparant te houden en om je boodschap ook boeiend te houden voor klanten. Waarom ik juist voor commerciële economie ook had gekozen is omdat je een breed scala aan onderwerpen meekrijgt. Je leert heel veel dingen op de data-analyse, de marketing, de flexibiliteit op meerdere onderwerpen. En dat kan ik hier heel goed kwijt en daar heeft de school me heel goed voorbereid.